toen wij inflation targeting definieerden, hebben we gezegd, nou, dat moet gaan over consumentenprijsstijgingen, daar moet je op sturen. En toen hebben we een indeling gemaakt waarbij huizen tot kapitaalgoederen zijn gerekend. Maar er is heel veel voor te zeggen dat huizen zijn in wezen duurzame consumptiegoederen. En die horen dus eigenlijk gewoon in de index te zitten. Als we dat gedaan hadden, en we berekenen de inflatie volgens de opnieuw gedefinieerde index, dan denk ik niet dat we boekenkasten vol hadden geschreven over de Great Moderation tijdens die periode. Want dan had die inflatie wat hoger uitgekomen. En dan hadden we de rente alleen al daardoor eerder verhoogd. En dat was naast meer symmetrie. Was ook dat effect had je erbij gehad. Plus het effect wat ik eerder noemde, dat wij door die voortdurende daling en ook de financiële markt die daarop geanticipeerd, anticipeerde, wij heel erg gestimuleerd hebben die verdere groei van de financiële sector, financiële transacties, rendement halen door in fixed income, staatsobligaties, corporate bonds en dat soort dingen te beleggen. Omdat je kon verwachten dat die rente voortdurend daalde en waarmee je dus de fysieke activa, de investeringen, die konden wel eens een moeilijk leven hebben gehad. Dus als ik deze hypothese vergelijk met de hypothese Summers is het bijna omgekeerd. Hier is het probleem gemaakt, niet bedoeld, en er is geen complotten en dergelijke, maar door een monetair beleid dat dit als onbedoeld effect heeft gehad.